Ja, een dagje bij Arbo Rotterdam, Mark Dijkstra. Hoe is het voor jou? Ja, wel leuk en leerzaam eigenlijk. Het zijn allemaal nieuwe inzichten van verhalen die je wel eens eerder hebt gehoord, maar zelf nog niet hebt ervaren. En nu is dan een mooie manier om dit te trainen. Vroeger in groep 8 niet je EHBO-diploma gehaald? Nee, was toen nog niet verplicht. Dus ik weet niet of dat nu zo is, maar het zou wel goed zijn eigenlijk om dat wel mee te krijgen. Heb je wel eens ervaring gehad met een brand blussen of met mond-op-mond beademing geven of een defibrillator? Nee, allemaal nog niet. Dus dit was allemaal voor het eerst en ja, ik hoop het nooit nodig te hebben, maar goed, ik weet nu wat ik moet doen. Ja, want je hebt wel eens samen gevoetbald, hè, met een jongen met hartproblemen. Wat kan je daarover zeggen? Ja, was bij mijn tijd bij FC Groningen met Michael Jans heb ik af en toe toen samen gespeeld. En die had toen zo'n ongeluk gehad en die had een ingebouwd kastje in zijn lichaam die eventueel een stroomstoot kon doorgeven als dat nodig zou zijn. Dus ik ben blij dat ik dat niet heb meegemaakt, maar goed, ja, dat was voor het eerst toen ik ermee in aanraking kwam. En ooit bang geweest daarvoor? Nee, dat zou niet zo handig zijn, denk ik. Nee, waarom niet? Nee, je moet gewoon leven en niet bij stilstaan bij het risico. Het overkomt heel weinig mensen en ja, je hoopt niemand. Maar goed, er zijn nu wel mensen die of jongens die weten hoe het moet, mocht het gebeuren. Is het een verplichte trainingsdag eigenlijk? Of een verplicht dagje toch een beetje werk? Ja, al zou ik dat niet de goede benadering vinden. Dit is gewoon iets wat erbij hoort. En ik ben blij dat we een sponsor hebben die zo goed meedenkt daarin. En voor ons is het gewoon hartstikke leerzaam. En wij weten nu wat we moeten doen.